Oké, we hebben gelukkig nog een potion. Jij moet even hyper vangen. En jij moet dood. Kom! Nee! Oh shit! Hallo mensen, mijn naam is Matt Luigi en welkom bij een nieuwe aflevering van Pokémon Leaf Green, Christy en Let's Play! Woehoe! Vorige aflevering zijn we hier in Cerulean City aangekomen. Dit is Cerulean City, toch? Volgens mij wel. Yep, dit is Cerulean City. Ik ga eventjes checken. Natuurlijk wist ik dat dit Cerulean City was. We zouden nu de gym aan kunnen gaan. En ik, weet je, ik wil even zeggen, ik heb onze Pokémon getraind. Lizard is level 26. Gunsout level 25. En Populaire is ook level 25. Maar, voordat we de gym aan kunnen nemen, laten we eerst maar even Gary aanpakken. Om te kijken hoe alles gaat. En ik ben echt bang om dit te doen. Omdat Gary best wel sterk is. En ik moet zeggen, ik heb best tegen hem verloren. Op een normale playthrough. Dus ik ben best wel bang om dit te doen. En ik weet niet zeker of dit de beste is. Daarom denk ik dat ik toch maar Kirby of zo ga pakken. Of Useless. Om die als een nodige misschien, ja, toch wel wissel Pokémon te gebruiken. Net zoals toen ik met Weedle deed. Het is altijd goed. Misschien is het een beetje cheating. Maar ik kan me echt niet veroorloven om nu Pokémon te verliezen. Niet voor deze gym, want dan is deze playthrough binnenkort voorbij. Daar is hij dan, Gary. Of Bowser. Heb ik hem Bowser genoemd? What the fuck? Yo, Mario. You're still struggling along back here. I'm doing great. I caught a bunch of strong and smart Pokémon. Here, let me see what you have caught, Mario. Ja, we gaan waarschijnlijk dood. Ik hoop echt niet dat we dood gaan. Oh, Pidgeotto. Oh, dit is niet de juiste Pokémon om nu in te zetten. Oké. Hij kan niet zo heel veel doen tegen mijn Pikachu. Kom op. Ja, oké. Hij is al bijna dood. Dat is mooi. Gewoon nog een quick attack erop gooien en dan is hij dood. Dat is mooi. Eerste Pokémon is neer. Gelukkig. Volgende Pokémon is een Rattata. En dan Hyper Fang. Bam! En hij is dood. En dan hebben we ook nog natuurlijk Squirtle. Oké, ze zijn redelijk laag leveled vergeleken met onze Pokémon. Dat is goed. Ik ben gewoon echt een beetje bang voor al deze Pokémon. Oh, gelukkig. Gelukkig. We hebben niemand verloren. Oh man, misschien heb ik een beetje te veel getraind. Maar mijn Pokémon zijn zwak. We gaan even deze brug aanpakken. Deze brug, leuk feitje over deze brug hier zo. Er is hier een heel leuke glitch die ik nu niet kan uitvoeren. Maar in een normale playthrough zou ik hem wel kunnen uitvoeren. En dat is, kijk, we moeten deze hele brug over. En we moeten deze mensen gaan bevechten. Dat is wat wij, dat is onze taak op dit moment. Oh god, ik ben niet in de juiste Pokémon geswitcht. Dit komt vast wel goed, geen zorgen. Zo, en als we alle mensen... Oh god, ik wissel echt in de slechte Pokémon. Of ik blijf niet... Ik moet echt opletten welke Pokémon komen. We moeten al deze mensen hier verslaan. Als we aan het eind komen, dan komen we met een gozer te vechten. En die gozer, die geeft je een nugget. Vandaar dat deze brug de Nugget Bridge heet. En een nugget is echt heel veel geld waard. Nou, het ding is... er zit een glitch in het spel. Zat niet in de originele Pokémon, maar er zit een glitch in het spel. Met het event daarvan. Als je de Nugget Bridge overgaat, de laatste persoon, dat is een Team Rocket Grunt. En als je met die Team Rocket Grunt vecht, dan je krijgt voordat je gaat vechten een Nugget van hem. En als je oh shit, ik moet hem niet laten evolueren. En als je van die Rocket Grunt verliest, dan reset het event niet volledig. Dat betekent dat de volgende keer dat je hier komt, je die gozer weer aan kan pakken. En weer een nugget krijgt. Je kan oneindig nuggets hier krijgen. Let maar op. Kijk. Congratulations, you beat all the 5 contestants. Here's a fabulous prize. Kijk, we hebben een nugget. Nou, we gaan een gevecht houden. Als we dit gevecht met deze Team Rocket gozer zouden verliezen, dan zou ik weer terug kunnen komen en nog een nugget krijgen. En het ding is, dat zijn oneindig nuggets. Dan heb je gewoon 2 nuggets. En zo kan je echt heel veel geld krijgen. Ik vraag me af of je dan die fiets kan kopen. Waarschijnlijk niet. Als je genoeg geld daarvoor hebt. Dat zou wel cool zijn. Ik heb het nooit uitgeprobeerd. Het lijkt me wel leuk. Hier is normaal een Pokémon Yellow. Is hier een gozer die een Charmander geeft. Die is er nu niet in dit spel. Omdat, ja, dit geen Pokémon Yellow is, hè. Wee! Hier is een hidden item. Zo. Wee! Een Abra. Heel erg leuk.
Een Weedle. Ook leuk. Oké, dan hier zijn geen leuke Pokémon. Maar goed, heb ik nog een verhaal voor vandaag? Want ik doe deze serie toch wel heel erg voor ethiek en zo, hè? Nou, ik heb een soort van een verhaal. Nou, het is meer een mening. Of nou ja, het gaat over een documentaire die ik laatst zag. Het was een documentaire. Ken jullie CSI of zoiets? Of hoe heet het nou? Het begint met de C. Het is, het is iets. Het is een of andere tv-zender waar heel veel misdaaddocumentaires worden gedaan. En die zijn altijd heel erg interessant. Ik vind misdaaddocumentaires interessant. Zoals bijvoorbeeld documentaires over serial killers. Of over crazy women. Of over... Oh shit, oké, dat gaan we niet doen. Potion. Oké, we hebben gelukkig nog een potion. Jij moet even hypervangen. En jij moet dood... Kom! Nee! Oh shit! Oh shit! Oké. Dat ging bijna fout. Dat ging heel erg bijna fout. Hé, deze goos heet Franklin. Is dit Disco Franklin? Nee, volgens mij niet. Dat ging bijna fout. Maar goed, ik vind dat soort... dat soort documentaires vind ik interessant. Om te kijken. En ik kwam laatst ook een documentaire tegen over een... dat ging over... Jongeren die waren dronken na een avond stappen en die hadden een man doodgeschopt. Oh god, een Onyx. Ik had die niet moeten komen, of wel dan? Oh god, dit gaat... Oh shit, ik heb geen ex... Oh shit. We verliezen misschien onze... Oh gelukkig, we verloren bijna Gunsound daar zo. Ik moet echt voorzichtiger zijn. Ik moet echt veel voorzichtiger zijn. Want op zo'n manier verlies ik mijn hele team. En dat is niet goed. Want ik heb dit team op dit moment nodig totdat we bij de Safari Zone zijn. Want daar kunnen we Kangaskhan halen en zo. En die is fucking awesome. Als ik hem ook al kan vangen. Want Kangaskhan is moeilijk te vangen in dit spel. Maar goed ja. Ik denk zo van... de documentaire ging zo van een familie. Die ze had gewoon een rustig leventje. En er waren een groep jongeren. Die al echt jarenlang... Door de straten liepen, dronken, na avonden stappen en zo. En dat ze dingen vernielden. En op een avond was dat weer gebeurd. En gingen ze tegen de auto van een familie trappen. En de man van die familie, de vader, zeg maar. Die ging dus kijken. Nee, ik wil even kijken of we Pursuit kunnen leren. Het kan nog wel eens. Nou ja, dit werkt beter in competitive battling. Want in de game zelf, de hoofdgame, wisselt bijna niemand. Wat Pursuit doet, deze move is geweldig effectief op Pokémon die worden gewisseld. En het is echt kut als je dat in je Nuzlocke hebt. Nee, ik denk niet dat wij deze ergens voor nodig hebben. Dank u, Geodude. Oké. Hyperfang en je bent dood. En dan denk ik ook maar zo van, ja, die man werd dus doodgetrapt. En dat vond ik echt heel erg. Ik vond het heel erg, want dat gezin, dat had drie dochters. En een van die dochters was 12. En dan denk ik toch echt zo van, ja, die dochter moet opgroeien zonder vader. En dan ben ik echt zo fucking dankbaar. Dan denk ik echt zo bij mezelf, dan ben ik zo dankbaar dat ik mijn ouders nog gewoon heb. Dat dat soort dingen niet in ons dorp hier zou gebeuren. En ik vind het ook belachelijk. Hoe kan zoiets nou zo erg uit de hand lopen? Want het schijnt dat al meerdere meldingen bij de politie waren gemaakt toen. En de politie gewoon niks deed met die jongeren. Ze lieten ze gewoon hun gang gaan. En ik vind dat belachelijk. Ik vind zo van, hey, er is een probleem. Fix die shit dan ook, oké? En ik neem waarschijnlijk even Kirby mee. Of rustig. Rustig is misschien wel een goed idee. Om mee te nemen, want hij moet toch getraind worden. Hij zou wel best handig zijn in de gym van dinges. En we hebben een vliegpokémon nodig. Ik weet nog niet wat ik met Kirby ga doen. Waarschijnlijk ga ik er niks mee doen. Het is goed dat we een paar backup pokémon hebben. Waarschijnlijk kunnen we niet de EXP share krijgen. Dat is een beetje kut. Want voor de EXP share moet je 50 Pokémon in je Pokédex hebben. Ik weet niet of wij dat kunnen halen zonder dat we Pokémon kunnen laten evolueren. Ik denk, ja, ik weet het gewoon niet of wij dat kunnen halen. Oké dan. Vecht met me. Maar goed, ja, ik vind...
We moeten een beetje sociale controle hebben. We moeten op elkaar letten. We moeten zorgen dat dat soort dingen niet gebeuren. Want dat, als dat soort dingen gebeuren, dan is dat een beetje kut, weet je wel. Want die familie moet nu zonder vader verder gaan door het leven. En dat vind ik echt het allerergste. Dat zo'n... Dat je iemand... Ja, iemand zonder... Dat je moet opgroeien zonder vader. Het spijt me als er mensen kijken die hun vader hebben verloren. Als dat zo is, dan spijt het me heel erg. Dan leef ik echt in volle 100% met je mee. Ach ja, het grappige aan dit stukje hier zo. Ik heb natuurlijk mijn eigen fangame voor Serpent Gameplay gemaakt. Rick en de Heilige Slang. En ik had Cerulean City nagemaakt. En ook al deze NPC's. En ik had ze allemaal zelf eigen tekst gegeven. En deze twee gozers. Ik had zo, deze vrouw en man had ik zo gedaan dat ze seks gingen hebben. Ze zeiden zo van, kun je ons alleen laten? Dit is nogal privé. En dan zegt deze roze, zo van, ga weg. En dan zegt deze vrouw zo van, ga weg, laat ons alleen. En dan zegt Rick zo in het spel van, he's getting laid. Het is echt kut humor. Maar het is goede humor in mijn mening. Hier heb ik Clefairy. Oh nee, wacht toch niet. Het is Bill, de Pokémon gozer. Hij gaat nu de teleporter in, dan moeten wij hem helpen. Ach ja. Dus 1, 2, 3, 4. Teleport! Ik weet niet hoe dit werkt, want een teleporter moet je teleporteren. Alleen je wordt niet geteleporteerd. Je gaat gewoon van de ene machine door die buis naar de andere machine. En je wordt gesplitst van een Pokémon. Dat is geen teleporter, oké? Okay? Bill, hoe goed je ook denkt dat je bent, dat is geen fucking teleporter. Oké, okay, Bill is weer helemaal gezond en wel. Ik meen me te herinneren dat je je Pokémon kan. Oké, we hebben nu de SS-ticket. Maar ik meen me te herinneren dat je Pokémon kan bekijken op die computer. Is dat niet? Oh ja, nu wel. Oké, we hebben dan nu Eevee, Flareon, Jolteon en Vaporeon. Zo, dan hebben we een paar Pokémon in de Pokédex. Want ik ga wel proberen om er zoveel mogelijk tegen te komen. Zodat we ze ook echt kunnen vangen. Ik meen me ook te herinneren dat hier een Venomoth te halen is. Oh, shit. Of niet een Venomoth, hoe heet die pre-evolution? Ik ga het heel even snel opzoeken, momentje. Terwijl ik deze wiel kapot maak. Even kijken hoor. Bill, oh shit. List of Pokémon. Nou, wachten we even totdat die is geladen. Meer kijken. Een quick attack op die Bellsprout. Een attack op die Abra. Oké. Okay. Oh shit, oké. Okay. Evolueer bijna. Dat mag niet gebeuren. Doe dat niet. Oké. Okay. Eventjes opslaan ook zo af en toe, want dat hoort er ook wel bij, hè. Even kijken. Ah, ik heb hier de lijst. Wacht even, hoor. Waar staat die bitch? Waarschijnlijk staat hij ergens bovenaan de lijst. Ja, hij staat ergens bovenaan de lijst. Kijk hoor. Nidoran, Vulpix, Gloom. Aha, Venonet. Die gozer bedoel ik. En dan kan ik net zo goed even op Bulbapedia kijken of die ook hier te vinden is. Want anders verdoe ik mijn tijd. Even kijken hoor. Pidgey, dat is heel leuk. Tackle, ja, dat kan wel. Game locations. Pirate Leaf Green, route 12. Zitten wij toevallig op route 12? Mag ik dat even weten? Heb ik... Oh god. Ik heb de... Oh nee. Nee, ik heb het weer gedaan of niet dan? Kutzooi, dit doe ik altijd. Ik vergeet altijd de townmap mee te nemen. Kut. Altijd als ik Leaf Green of Fire Red speel. Eén van de twee. Ik heb zelf Fire Red, maar Leaf Green is hetzelfde spel, oké. Dus technisch, het zijn gewoon dezelfde spellen, alleen met een paar veranderingen. Ik vergeet altijd om de fucking town map mee te nemen. Oh man, nou moet ik helemaal naar Pokémon Center om die town map te bekijken. Alleen maar om te kijken of we op... Nou, weet je wat, eigenlijk hoeft dat niet. We kunnen ook gewoon... Oké, even kijken. Nee, we zijn op route 24, wat? Oké, ik ben in de war. Even kijken hoor. Dit is route 4. Dit is route 5. Wacht, hè? Dit is route 5. Oké. Route 9, route 5. Ja, je kan Venom of niet vinden. Ofwel.
Nou weet ik het niet. Misschien kan je hem ook wel... Ach ja, ik weet het niet. Waarschijnlijk kan je hem wel daar vinden. En ben ik gewoon idioot. Eventjes hier healen. Oké, dan. We zijn al bijna 15 minuten bezig. Dus ik denk dat ik nog ook eventjes wat Pokémon ga vangen. Want we moeten wel een backup team hebben. Misschien kunnen we een Bellsprout meenemen voor een gras Pokémon. Ja, hier zo Bellsprout. Die gaan we even vangen. Kom op, Bellsprout. Ga erin. En hij is level 14. Dat is best wel goed. Waarschijnlijk is het... ja, we hebben gewoon een team nodig. We hebben gewoon een paar Pokémon nodig die we even als backup kunnen hebben. Ik noem jou Sukker. Want ja, je hebt een mond om te sukken, weet je wel. Sukker. Dat is gewoon de allerbeste. En je bent een meisje. Dat is echt het allerbeste nickname ooit. Een vrouwelijke Bellsprout die Sukker heet. Wauw, ik heb mezelf overtroffen. Even kijken, zit hier nog meer leuks? Nee, ik... Nou, wacht eens even. Volgens mij zit hier wel hier die Venomnet. Want ik heb pas geleden weer Pokémon Yellow gespeeld. En ik vond toen hier een Venomnet. Ik kan net zo goed ook een... Oké, dan neem ik geen Caterpie mee. Vind ik ook prima. Je mag je Caterpie houden, flikker. Bellsprout. Abra. Weet je wat? Ik gooi een Pokéball op. Oké, hij is weg. Voor het geval jullie het niet weten, Abra is altijd die ene Pokémon die overal naartoe teleporteert. Ik ga hem nog een keer proberen te vangen. Hé, hey, hij zit er nog eens in ook. Alleen we hebben vrij weinig aan, aangezien hij nutteloos is in deze staat. Als het nou een Kadabra kon worden, ja. Ik ga jou een leuke naam geven. Wat dacht je van... Geil. Ik moet hem nu wel geil noemen. Geil. Ik weet niet wat ik probeerde te doen. Ik tikte gewoon random fucking letters in en toen gebeurde dat. Oh man. Dus ja, mensen. Ik ga jullie nu bedanken voor het kijken van deze aflevering. Dus, vonden jullie dit een leuke aflevering? Geef dan een like. Abonneer zou ook wel leuk zijn. En dan zie ik jullie de volgende keer weer. Bye bye.